Hoi, ik ben Joyce. Je kijkt naar Rory en dit is Nico van de band Dead Company. Hallo. Kan je wat vertellen over jullie band? Ja, we zijn een pas begonnen rockband. En ja, als je wat wil horen, kan je zondag langskomen als je wil. Ja, lijkt me cool. Oké. Okay. We staan hier nu voor het huis van Nico en we gaan gezellig een kijkje nemen bij de repetitie van hun band Dead Company. Hey boys. Hey. Zijn jullie aan het... Het spijt me, fluisterde Jess. Bedankt dat je me gered hebt. Je bent geweldig, Edward. Het zit wel goed, antwoordde Edward. Zij aan zij reden de locomotief het station binnen. Je moet erbij zitten. Daar wachten de dikke controleur. Ja. Er is al even een plekje weg. Gezellig met z'n allen tot de trein kijken. James, rust eerst eens even wat uit voor je je trein haalt. Jongens, we hebben geen bier. Wat? Wat is een repetitie zonder bier? Nu naar de supermarkt om bier te halen, want we gaan straks repeteren, maar zonder bier geen repetitie. Nou, en we hebben toch vet veel geld om te leven. Dus jullie gaan mee. Ja. En het kan niet. Hoe jullie bent bij elkaar gekomen? Nou, we kennen de gitarist en de gitarist Robin en onze zanger Noah kennen we via Never van Nuchteren. Sven is een oude bandpartner van mij uit Matchhead. En Lars heb ik veel mee gejamd en zo en voor de lol veel mee gespeeld. En nu willen we het echt serieus gaan uitpakken. Ik heb binnenkort 2 nummers opnemen meteen. In januari meteen veel gaan optreden. Zodat we een goede kickstart hebben. Wat gaan we binnenkort allemaal nog van jullie zien? Nou, we gaan dus die 2 nummers snel mogelijk opnemen. En dan gaan we ook meteen videoclips bij doen. Daarvoor gaan we ze ook nog niet uitbrengen. Dat wordt geproduceerd door Joey Schaap. En wordt heel kicken. Ik hoop dat het leuk wordt. Ja. Heb jij ook wat te zeggen over Dordrecht? Kom dan bij iDord. Heb je een vloeiende pen, een oververhitte filmcamera of ben je een regeltante? Je kunt het allemaal bij ons kwijt. Of je nu je gal wilt spugen over misstanden in de stad of juist wilt juichen over de mooie kanten van Dordt. Iedere week iets te zeggen hebt of alleen tijdens de verkiezingen. Heet je Sjoes of juist Jimmy? Meld je gewoon aan op iDord.nl.
sexuality.
communication. From ornament, from our descent, we are the parents and original. All men are born and remain free, free. Ministers of faith, all men are born and remain free, freedom of religion, freedom of sexuality, the ministers of Hoi, ik ben Joyce en je kijkt naar Rody. Vandaag staan we in Bibelot bij het Frisfeest, waar iedereen van 12 tot 15 voor één avond helemaal uit zijn dak mag gaan. Wij gaan even kijken hoe fris ze eigenlijk zijn. Ja, een beetje. En hoe doe je dat dan, meisjes plezieren?
Gewoon, je loopt naar haar toe. Je zegt, kom een beetje dansen toch? Ja, dan ga je gewoon met haar dansen. Heb je nog meer gedaan dan alleen dansen? Nee, nog niet, nog niet. De avond is heel lang en het is pas begonnen. Maar dat komt nog wel. Ja, ja, ja. Mag jij misschien wat vragen? Nee, nee, nee. Heb je wel een beetje een leuke avond? Ja, ik ben er pas net. Je bent er pas net. Ben je wel binnen geweest? Nee, ik wacht op 3 uur. Okay. Ben je al vaker naar het feest geweest? Ja. Welke ben je dan geweest? Lustrumfeest van mijn school. En ja. Ja, meer schoolfeesten. Was het ook helemaal fris? Nee. Heb je ook wel eens alcohol op dan? Nee. Zeg je dat alleen maar omdat je ouders misschien kijken? Je dat niet nee, doen? Ik heb echt geen alcohol. En wat doe je dan zo op dat soort feestjes? Ja, dansen, staan, springen. Ja. Heb je ook wel eens een meisje geschuurd? Nee. Nee, nog niet? Zou je dat wel willen? Nee, ik weet niet. Vind je het een beetje eng misschien? Nou, ja, gewoon. Ik weet niet. Heb je het een beetje naar je zin vanavond? Ja, tuurlijk. En heb je al wat meisjes gepikt? Ja, genoeg. En hoe doe je dat dan? Hoe gaat het dan in zijn werk? Gewoon goed dansen, komt ze vanzelf, ja. Dit was iDoor TV voor deze week. Voor meer onwetenswaardig nieuws en andere zaken die SBS Show Nieuws niet hebben gehaald, ga je natuurlijk naar www.idoor.nl. Hey, doei!